Gefeliciteerd. De finale is binnen. 3-0 ziet er op papier uit alsof het makkelijk was. Dat was het niet. Maar was het makkelijker dan je vooraf verwacht had? Makkelijk is het nooit. Dus, als ze toch clichétjes erin gaan gooien, makkelijk is het echt nooit. Maar we hebben gewoon heel goed verdedigd. We hebben afgesproken met elkaar. We gaan gewoon beter verdedigen dan vorige week zaterdag. Beter verdedigen dan zondag. Nou, dan is de 0 dan. Want dan krijg je eerst 5, dan krijg je er 2 en dan krijg je vanavond nog maar 0. Dus dan is het, zit de progressie in. Daar ben ik blij mee. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Zeker met wat er nog komen gaat. Is je dit misschien wel zondag in de rust al begonnen? Wat bedoel je eigenlijk? Nou, deze opwaartse lijn. Jullie schijnen elkaar zonder redelijk de waarheid. Je begint die opwaartse lijn het hele seizoen al. Je wilt gewoon de play-offs halen en je wilt kampioen worden. En dat wil Bloemendaal, dat wil Oranje-Rood, dat wil Kampong, dat wil Rotterdam, dat wil iedereen. Alleen het gaat erom wie het best verdedigt en wie het best bij elkaar blijft. En dat zijn wij vandaag. En daar ben ik heel trots op. Ik heb jongens vandaag gezien duiken, schuiven, alles. En daar ben ik heel trots op. Vind ik heel mooi om te zien. Kan ik vast. Dat bedoel ik een beetje, want zondag schijnt Kavanaugh in de rust jullie toegesproken te hebben. Dat bedoel ik een beetje met dat onvoorwaardelijke. Is dat er dan sinds zondag misschien nog nadrukkelijker ingekomen? Nou ja, staat toch ook. Want daar komen we ook nog terug op 5-5. Hè. Dat tonen we ook veerkracht. En zondag zeker, ja. En Fergus ziet vandaag weer. Het is gewoon echt een ijzeren jongen. En van de buitenkant ziet hij er misschien als een keurige jongen die vooraan op school zit. Maar het is echt een ijzeren vent. En nou, daar kunnen wij veel van leren als Nederlanders. Maar ook de hele wereld. Vind ik echt heel mooi ook. Wat kan Kampong verwachten van jullie? Hoe laat is het? Is je moment. Laat spelen zondag? Volgens mij 1:15. Nou, het wil om 1:15 zijn. Dat kunnen ze verwachten. En dat is het? Nou, zullen we staan. We gaan weer kijken wie hem pakt. Ik heb er zin in. Ik vind het heel mooi. Vooral ook om de laatste pot van de laatste play-offs van Cooney bijvoorbeeld is. Van Konsi Jonker. Dat vind ik heel mooi. Het ontroert me echt toen hij laatst zijn interview had. Dus hij zei nog tegen me dat je het zo mooi vindt om de finale tegen jou nog te mogen spelen. Dat gaat gebeuren. Dus heel mooi dat we het nog tegen Kampong spelen. Mooie club. En Amsterdam ook een mooie club. Dus mooi affiche.